We zijn uit elkaar sinds ik 3 ben. En eigenlijk is hij niet actief in mijn leven geweest, zeg maar. Hij is heel veel in buitenland geweest en zijn hele eigen ding gedaan. En was het altijd alleen gewoon ik en mijn mama. Als je jong bent, in je puberteit, je vader, daar gaat het niet goed mee. Nee. Dan is het ook een periode waarin je heel makkelijk echt verkeerde keuzes maakt. Absoluut. Romy seks. Daar werd ze helemaal naar van. Na een show had ik eindelijk een keer vrij. En ik zat in de supermarkt en ik wilde per se die groene tortellini. En ze hadden het niet. En toen ben ik in die Albert Heijn gaan huilen. Als ik eenmaal ga, dan ga ik heel erg hard. Voor alles. Of het nou vreten is, of hard werken is, of liefde. Dat hij heel vaak omringd wordt door mooie vrouwen, naakte vrouwen. Ik moest heel erg wennen. Sowieso, ik denk dat ik met mijn ex, maar ex-zun. Want ik zei dat die ex. Maar gewoon over het algemeen ben ik wel onzeker en jaloers. Welkom bij de Even Relativeren podcast met Romy Montero. Ja, hi. Zeg dat nou helemaal goed, Romy Montero? Ja, het is eigenlijk Portugees en zeg je heel lelijk. Nou, niet heel lelijk, maar ik vind het niet zo mooi. Montero. Montero, ook vind ik heerlijk juist. Oh ja, Romy Montero. Montero. Ja, het zingt, weet je. Ik ben in Brazilië geweest, in Rio. Ja. En ik vond dat zo lekker. Je hebt dan, als je het echt op zijn Hollands zegt, en dan Rotterdams, dan wordt het obrigado. Oh ja, maar oh, daar lekker. Is obrigado. Ja, het is super mooi. Nee, de Portugese taal is prachtig. Fado vind ik prachtig. Alleen in Nederland is Roy Montero dan. Ja, dat is een beetje gek. Ja. Ik vind Montero gewoon wel prima. Daarbij, mijn moeder heet al gewoon Montero. Ja. Dus als ik dan nu ga zeggen, ik heet Montero, dan moet ik denken, dat klopt niet helemaal. Montero. Maar je sprak het goed uit en Obrigado ook. Ja, dankjewel. Ja. Hey, jouw moeder is Nederlands en je vader Angolees Portugees? Angolees Portugees Braziliaans. Oké. Okay. En mijn moeder is inderdaad helemaal Nederlands. Alright. Ja. Waar hebben die elkaar ontmoet toen? Denk 5 jaar of zo voor mijn geboorte. Mijn moeder is op vakantie in Portugal. Ja. Dus vakantieliefde, jongens. Oh, leuk. Iets wat meer werd dan de vakantieliefde. Ze ontmoeten elkaar. Mijn vader was in een in Vila Moura in Portugal. Contrabas aan het spelen. Zijn beentje in een kroeg. En het was gewoon heel simpel. Mijn moeder zag hem en dacht, oh my god, ik smelt weg. En hij zag mijn moeder en dacht, oh my god, ik smelt weg. Zo, maar dit lijkt echt dat ultieme verhaal. Gewoon vakantieliefde, je vader die daar aan het spelen is. Alleen meestal vet. Mijn vakantieliefde is het echt maar zo'n vakantieliefde. Ja. Maar bij hem werd het echt gewoon veel meer. Dus toen is zij heel vaak naar Portugal gegaan en hij naar Nederland gegaan. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. Verliefd. Mm. En toen besloot hij om naar Nederland te komen. Toen zijn ze getrouwd. Ja. En toen een paar maanden later was ik er. Okay. Maar toen 3 jaar later was het sprookje stuk. Oh. Dat is dan weer minder. Je vader woont niet meer in Nederland? Ja, hij woont nu wel in Nederland. Okay. Hij heeft nieuwe vrouw, nieuwe kinderen, de whole shebang. Mm-hmm. Maar we zijn al uit elkaar sinds ik 3 ben. En eigenlijk is hij niet actief in mijn leven geweest, zeg maar. Hij is heel veel in buitenland geweest en zijn hele eigen ding gedaan. En was het altijd alleen gewoon ik en mijn mama. Ja. Dus je hebt ook geen zussen, toch? Nee, maar ik ben natuurlijk wel opgegroeid op een woonwagenkamp. Oh, echt? Ja. Ja. Grappig, waar? Ja, in Utrecht. Ja. Maar mijn meeste familie komt uit Soesterberg. Dat is echt een van de grootste kampen van Nederland. Super groot, moet je echt met een auto rondrijden. Ja. Heel gezellig ook. Maar dat betekent wel dat ik woonde naast mijn tante en mijn nichtjes. En daarnaast woonde mijn oom met al mijn neefjes. Dus het was super gezellig. Ja. Dus ik had al mijn broertjes en zusjes gewoon bij me wonen. Geinig. Ja. En want jouw moeder was... Mijn moeder is de kamper, zeg maar. Wat grappig. Ja. En woont ze ook nog op het kamp? Nee, wel dat heel lang nog. We hebben zeg maar tot ons 18, toen ik 18 was, op het kamp gewoond. Mm-hmm. Ik heb tot mijn 7e echt in zo'n Piepo de Clown wagentje gewoond. Ja. Zo klein met z'n tweetjes. En mijn moeder heeft op een gegeven moment die grond gekocht. Toen ze wat centjes ging verdienen. Toen ze in de musical ging en gewoon zelfstandig werd en zo. Grond gekocht, huis opgebouwd. Heel mooi, maar nog wel op het kamp, zeg maar. En sinds, ik ben nu 27. Nou, ik denk dat het sinds 7 jaar of zo heeft ze een ander stuk grond gekocht. Maar wel echt een soort van straat verderop. En daarna is het bouwen aan het water. Super mooi. Dus wel nog heel dicht bij het kamp. Heel dicht bij het kamp. Ja. Heel dicht bij het kamp. Maar dat komt eigenlijk meer omdat mijn moeders zus is overleden. Inmiddels 12 jaar geleden. Okay. En die liet 3 meisjes achter. Dus we wilden altijd dicht bij hun blijven. Want ze hadden geen nichtjes. Ja, mijn nichtjes. Ja. Oh, wat mijn goed. Oma heeft voor hun gezorgd. In hun wagen, zeg maar. Dus was geen optie om ver weg te wonen. Ik woon ook weer 1 kilometer verderop. Ja? Ja, van ja want Jasper zei dat. Je vriend die zei inderdaad van, we wonen in Utrecht. Ik dacht dat jullie in Amsterdam wonen. Echt? Ja, oh my god. Ik. Utrecht, born and raised. In ieder geval ik. Ja. Jasper is Haarlem eigenlijk, origineel. Oké, maar die heb je wel overgehaald. Die Utrecht, heb ik nu wel overgehaald om lekker in Utrecht. Ik vind Utrecht zo fijn. Ja. Het is een soort mini Amsterdam. Ja, en lekker centraal. Heel centraal voor Hilversum, voor Amsterdam, maar ook voor zuidelijke dingen, voor Giethoorn, voor God knows waar ik net vandaan kom. Best wel heel centraal, heel erg in het midden. Ja. Hey, en hoe kan je want op het kamp wonen, dat kan je alleen als je onderdeel bent van de familie of hoe werkt dat? Zou ik daar kunnen wonen? Nee, toch?
Ja, ik denk het nu inmiddels wel. Ja? Maar ik denk niet dat je kan zeggen... Hey Jesse, zullen we eens even lekker naar Soesterberg gaan... een wagen kopen en daar gaan zitten? Want het is best wel een community. Ja. En iedereen kent elkaar en het zijn, of is familie van elkaar. En tenzij jij verkering krijgt met een meisje van het kamp... ja, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar we zijn best wel protective, Hoeveel mensen wonen daar op het kamp? In Soesterberg? Ja? Oh, ik heb geen idee. Maar het is een van de grootste kampen van Nederland. Maar praat je dan over een paar honderd of tientallen? Ja, dat zou ik eigenlijk niet moeten. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken je wel iedereen. Ja, ik ken wel heel veel. Wat lulliger is dat ik dan nu dus wel eens loop op het kamp. En heel veel mensen kennen mij. Mm. En dan het is altijd. Ken je mij niet? Ik ben Henkie van Pietje, van Annie, van die. Ja. En dan denk ik, oh shit, dat had ik moeten weten. Maar ja, soms is het echt mijn achterneef, mijn achternicht. En soms denk ik, ja, maar ja, als je het uitlegt, tuurlijk ken ik jou niet. Ik heb je toen gezien, toen je bent geboren. Ja, ik zweer het, geen grap. We hebben een uur met elkaar gesproken. Zien we dan op tv. Ja, maar echt. Zien we dan op tv en dan hebben ze een ander soort associatie. Maar ik voel me daar altijd wel heel lullig bij. Maar een hele grote familie daar. Ja. Ja, en mijn moeder... in die tijd brak natuurlijk een beetje de regels door met een niet-reiziger te gaan. Ja. En ook nog een donkere man te gaan. Ja, hoe noem je... een kamper is eigenlijk niet het juiste woord, toch? Hard, hè? Een reiziger, toch? Ik vind het niet zo heel erg. Ik ben niet zo heel moeilijk met labels. Maar wij noemen onszelf het liefst een reiziger, ja. Mijn opa die reisde echt nog met paard en wagen toen hij klein was. Ja. En speelde accordeon. En we doen ook nog... Jongens, neven van mij reizen ook nog steeds aan venten. Dat ze die spullen zeg maar verkoopt in het buitenland. Ja, en zo. Venten. Zo, dat is top. Nog steeds. Ja. Dan ga je gewoon langs een huis met een zak met spullen. En dan zeg je van, heb jij een moersleutel nodig? Ja. Of kristallenbeker? Ja. Of glazen? Ja. Pannensets en dat soort dingetjes. Verdient heel goed. En vooral in het buitenland. Ik weet niet waarom dat zo is. Ja. Want dat vroeg ik me dus altijd af. Want ik ken ook een man die dat deed. En ik vroeg me dan altijd af van, hoe werkt... Want alles wordt online besteld. Ja, hoe kun je daar nog... Oh ja, ze doen vaak... ik kan natuurlijk niet de geheimpjes van de zweep helemaal... Okay. Maar meer van, bellen ze gewoon aan bij iemand? Nee, dat is alweer, dat is inderdaad het verleden tijd. Maar het is meer met bedrijven nu. Echt wel grootverpakkingen en zo. Of bij beurzen, dat soort dingen. Okay. Dus je moet gewoon een hele goede verkoper zijn. Als maar hoe vet is dat? Dat je dus vroeger gewoon... Dat er gewoon aangebeld werd. Ik zei van, ik heb een messenset. Ja. Geweldige aanbieding. Ja. Want ze kunnen wel onderhandelen natuurlijk. Precies die. En je moet gewoon een goede zaak. Je moet een beetje goed eruit zien. Nou, dat zien de meeste reizigers wel. Een beetje haar goed in het lakkie. Bloesje aan. Lekker bruin. Heerlijk. Hey, luister. Bla, bla, bla. Dat heb ik voor jou. Super deal. Als je hem nu neemt, dan bla, 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 bla. Eigenlijk hetzelfde als wat er in heel veel winkels gebeurt natuurlijk. Ja. 2 voor 1, whatever. En dat verkocht echt super goed. Heel veel neefjes en nichtjes doen het nog steeds. En zijn er ook mee opgegroeid. Ja, wat geinig. Enige nadeel is wel dat je dan als jong kind, wat je dan soms... van school gehaald. Of het leven draait natuurlijk wel echt om de reis. Ja. Dat is heel mooi, want je groeit op in heel veel plekken. Maar het is natuurlijk soms ook een beetje pittig, zeg maar. Mm-hmm. Maar op zich, het reizen... Dat is eigenlijk... Het woord reiziger zegt het al. Ja. Dat was natuurlijk vroeger zo. Maar dat is inmiddels is dat wel een stuk minder geworden, toch? Ja, zeker. Ja. Sowieso hebben we in Nederland ook veel strengere regels met scholing. Ja. Dus je kan gewoon niet meer zoveel in het buitenland zitten. Heel veel mensen doen groeien of zo weer. Mensen, ik weet het eigenlijk niet, doen weer andere dingen. Ja. Vrouwen hebben ook het idee van, ik vind het ook wel leuk om te werken. Ik wil hier gewoon een basis hebben. Dus het evolueert en het groeit wel weer verder. Ja. Hey, en toen je moeder met je vader aankwam, was dat een issue toen? Ja. Ja? Ja. Hoe heeft ze zich daardoor heen geworsteld? Ja, volgens mij gewoon van... mijn moeder is best wel... Dit is het dus gewoon, punt. Ja. Ik ben verliefd. En mijn vader sprak natuurlijk helemaal... Ja, mijn vader sprak natuurlijk helemaal geen Nederlands. En toen ging hij zijn best doen om Nederlands te leren. Toen zag hij voor het eerst mijn opa en oma. En toen zei mijn oma, wil je koffie? En toen zei hij, dankjewel hoer. In plaats van hoor. Mijn oma super hard lachen. Mijn opa natuurlijk totaal niet hard lachen. Oh. Mijn opa was eigenlijk best wel... pittig, zeg maar. Echt zo'n beetje zo'n hoofd van de familie. Wat kom jij met mijn jongste dochter doen? Totdat ik er was. Ja. Toen ik was er en zeiden, die halfbloedjes zijn toch het mooiste. Ach. Kijk hier en bla bla bla. Mooi. Toen was ze helemaal verliefd en helemaal om. Leuk. Ja. En vind je het ergens ook iets over je vader vragen? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Want jullie hebben geen contact meer op dit moment. Nee, ik heb het wel heel erg geprobeerd. En ik denk hij op zijn manier ook wel. Ja. Maar ik ben gewoon zonder mijn vader opgegroeid. En toen ik jong was, vond ik dat wel heel jammer. Want op vaderdag of momentjes dat je vader mist op je verjaardag, whatever. Dan is hij er dus niet. Maar op een gegeven moment leer je dat, daar wen je daar dan aan of zo. Dus dan op een gegeven moment weet je niet beter. Mm. En toen had ik een jaar of 16 was, heb ik het wel geprobeerd. Hebben we weer contact gehad. Alleen dan heb je dus contact met een man die je eigenlijk niet zo goed kent. En het blijkt dat hij dus best wel een heel ander karakter heeft dan mij.
En dan is het best moeilijk om op latere leeftijd nog meer naar elkaar te groeien. Snap ik. Hebben we wel echt een paar keer geprobeerd. Maar allebei de conclusie getrokken dat het wel goed is zo, zeg maar. En hij heeft daarna nog ook wel 3 kinderen gekregen. En hij heeft voor mij ook nog 2 kinderen. Ja, het gaat niet met iedereen ook. Het gaat eigenlijk wel een beetje hetzelfde als met mij. Dus okay. Het is wel prima zo, zeg maar. Heb je hem dat wel kwalijk genomen? Dat hij dan tekort is? Ja, mijn god. Ja, natuurlijk. Ja? Toen ik opgroeide had ik het gevoel van... Nou, ik heb mijn vader is dood of zo. Ik heb hem dus niet. Wel, hij leeft gewoon. Hij is hier gewoon. En heeft hij wel eens een verklaring gegeven ervoor? Nee, ik denk dat hij... Ik denk echt dat het een hele... andere man is dan dat ik dat ben. Of ander iemand dan dat ik gewend ben. En wat ik vind. Of wat ik van vaderschap vind. Ik denk dat hij daar anders naartoe kijkt. Hij is helemaal niet gemeen mens of zo. Helemaal niet. Alleen hij kan niet geven wat ik, of misschien het gemiddelde kind, nodig heeft. Heeft hij er 5. Ja, want dat vindt hij leuk. Ja, kindjes maken is leuk. Maar de verantwoordelijkheid maar opvoeden, niet. Dat is lastig. Dat is natuurlijk heel moeilijk. En hij is een muzikant. En een soort van free spirit. Weet je wel, het is echt zo'n... Ik vind het een cliché verhaal eigenlijk. Van en daar en weer daar en daar. Hij is nu overigens in het noorden van Nederland. En is hij volgens mij leraar of docent muziek. Muziek. Dan zit hij vast en heeft hij zijn dingen. En hele schattige broertjes en zusjes heb ik. Ja, je hebt dus 4 halfbroertjes en halfzusjes. Of tenminste, wat 5. Heb... 5 ik zelfs. Ik heb een oudere zus, een oudere broer. Toen kwam ik. Ja. Een jonger broertje. Een meisje, schattig. En een tweelingbroertje. Zeg ik dat goed? Tel ik goed? Ik weet dan zijn het er 6. Nou ja, whatever. Heel veel. Ik heb niet mee zitten tellen. Die van ik weet. Shit, je laat me rekenen. Zet me verloren om. Ik weet het niet. Error. 500, 600. Alles kan. 500 zusjes. Ja, 500 zusjes. Met allemaal contact. Nee. Want die zijn nog zo jong. En dat houdt wel op. Misschien als ze later volwassen zijn, dan prima. Want ik heb wel contact met mijn halfbroer. Die woont in Portugal. Spreek je Portugees? Nee, jammer hè. Moet je wel leren. Jammer hè, mijn moeder kon vloeiend Portugees natuurlijk door mijn vader. Mijn vader kan natuurlijk gewoon vloeiend Portugees. Mm-hmm. Ik bedoel, die eerste 3 jaar had je best wel gewoon Portugees kunnen praten. En mijn moeder had het gewoon vol kunnen houden. Maar heeft ze niet gedaan, luie donder dat is. Vind ik zo jammer. Ja, dan had je de basis gehad als je tot je derde had gekregen. Ja, dan ging je snel kunnen oppakken of zo. Ja. Ik heb wel heel goed mijn Spaans afgerond op school. Spaans kan ik wel. Maar dan heb ik het idee dat ik dat heel moeilijk vind om over te stappen naar Portugees. Ik weet niet is dat zo? Weet ik niet. Ligt er een beetje in het verlengde van elkaar? Of denk ik dat weer als simpele Hollandse boer... dat ik denk dat Spaans en Portugees op elkaar lijkt? Nee, het is wel eigenlijk een andere taal. Maar... Ja, zelfs Braziliaans Portugees en Portugees lijkt niet... Zeg maar, zijn, als ze dat tegen elkaar zeggen, dan zeggen ze... Dialecten en accenten. Ja. Een soort van Vlaamse Nederlands, een soort van geval. Maar misschien een keer de nonnen en dat ik het alles nog oppak. Ja. Ik vind het vooral gewoon heel sexy als je een andere taal kan spreken. Zeker man. Een Spaans, Italiaans of Portugees. Ja. Dus eigenlijk wil ik gewoon voor sexy natuurlijk. Ja, we hebben toch Nederlandse taal klinkt over het algemeen echt alsof je 4 keer over je nek gaat. Is echt zo. En ik ben ook wel benieuwd als je dus gewoon... je bent een Spanjaard, je bent nog nooit in Nederland geweest... en je hoort 2 Nederlands met elkaar praten. Hoe klinkt onze taal dan? Als het niet jouw taal is, ik denk echt vies. Een beetje een soort van mix tussen Tsjechisch en Noors of zo. Ja, en Duits. Ze denken vaak Duits, oh hè? Ja, dat is waar, ja. Vind ik heel irritant. Ja, is een andere taal. Ja, different country. Ja. No. Schweinhund. Nein. Nee, dat klopt. En je zegt, toen je vader later leerde kennen... had je het idee, we lijken niet zoveel op elkaar, maar... Ja. Misschien hetgene wat hij je wel heeft gegeven is misschien die free spirit die hij is. Volgens mij ben je dat ergens ook wel. Ja, dat wel. En mijn moeder zegt heel vaak, vroeger vond ik dat dus heel irritant. Ja. Oh, nu lijk je precies je vader. Mm-hmm. Ja, als ik iets doe of als ik iets lach of als ik iets zeg. En nu vind ik dat alleen maar hartstikke leuk. Ja. En een deel in mij zegt ook zeker wel dat ik hem beter wil leren kennen. Alleen wat ik ervoor terugkrijg is het niet waard voor wat ik moet doorstaan, om dat te bereiken. Tijd, Dus misschien later, als hij heel oud is en dat weet ik veel... dat hij zegt, nou, kom maar langs met een bakje koffie... en dan gaan we dan eens even lekker praten over dingen... of laten we een keer teruggaan naar Brazilië, Portugal, Angola. Maar voor nu zit dat er gewoon echt niet in. Maar je hebt wel een soort van... je hebt je er een beetje bij neer kunnen leggen. Absoluut. Want het is niet dat je nog met woede zit. Nee. Mijn moeder was zo'n goede moeder. Mijn moeder was echt vader en moeder in één. Dus ik heb wat dat betreft niks gemist. Alleen het idee van een vader heb ik gemist. Maar ik weet niet wat ik mis, zeg maar. Ik weet het niet beter. Mijn nichtjes hadden ook geen vader. Dus dat is bij ons, ik weet het niet. Het zijn altijd bij meiden geweest. En het is gewoon gezellig. En mijn moeder heeft heel erg de best gedaan om ook een hele strenge moeder te zijn. Dan die strenge vader een beetje in balans te brengen. En ook een hele lieve te zijn. Dus ik weet het niet. Wat ik wel heel erg heb, is dat ik het later anders zou willen voor mijn kind. Dat ik wel mijn kindje
een vader gun die er is, zeg maar. Nee, mijn moeder dat natuurlijk niet expres gedaan. Maar ik wil er wel wat bewuster mee omgaan. Ergens... Dat je gewoon weet, als ik een kind met iemand krijg... dan moet het iemand zijn die dezelfde waarden en verantwoordelijkheden draagt als ik. Precies, die diezelfde over het opvoeding denkt als dat ik dat doe. En mijn moeder was super verliefd op mijn vader en ik snap het helemaal. Maar hij had al 2 kinderen lopen waar die niet echt... Ik zal je vriend Jasper, zou ik zo appen... dat hij niet met een banjo-gitaar naar Portugal kan gaan. Nee, dan is het een lul. Het is klaar. Ja. Ja, jappie. Hey, maar wat wel grappig is, wat ik wel eigenlijk mooi vind aan het verhaal dan. Ik snap dat je je vader hebt gemist in die tijd. Want de een of andere manier, sommige mensen zijn toch gewoon niet in staat om die verantwoordelijkheden te dragen voor hun kinderen. En dat wordt altijd heel erg op afgegeven. Want ik vind ook als je een kind op de wereld zet, dan is dat kind er. En ik vind ook, jij moet zorgen dat kind goed terechtkomt. Maar wel en kut eigenlijk, hè? Want niemand weet van tevoren of die het eigenlijk echt aan kan. Ja, exact. Maar dat is ook een je beetje mijn punt. Je neemt nooit kinderen om te denken, dat gaat mij nooit lukken. Nee. Hey, laten we het doen, want dat gaan we toch nooit lukken. Je denkt altijd bij jezelf, dat lukt me natuurlijk wel. En dan kom je er later achter dat het je niet lukt. Ja. Dat is natuurlijk helemaal. Dat is inderdaad waar wat je zegt. Er wordt altijd natuurlijk heel erg heftig op gereageerd. Iemand die zijn verantwoordelijkheid niet aan kan. Maar soms kan je het inderdaad gewoon niet aan. Nee, en dat weet je dus niet van tevoren. Nee. Maar als jij dus gewoon niet op die manier geprogrammeerd bent, dan kan het dus zijn dat je daar gewoon niet toe in staat bent. En heeft hij dat wel op een bepaalde manier aan jou kunnen uitleggen? Dat je nu naar je vader kijkt, dat je denkt, ja, oké, jij bent ook gewoon zo. En dat je dat ook kan accepteren? Of heb je nog altijd zoiets van, ja, maar je bent ook gewoon een luie klootzak geweest? Nou, de reden waarom ik denk, wij gaan het ook nooit worden, is omdat hij vindt dat hij het wel goed heeft gedaan. Nou ja, dat kan niet. En dat is oké, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen beleving. Mm. Maar daar kan ik gewoon niet mee. Dat kan ik niet. Nee, maar dat staat wel heel ver af van wat jij voelt. Dat wordt niet. Ja, daarom. Weet je, dat heeft ook te maken met hoe je met mensen omgaat, normen en waarden. Als dat niet helemaal hetzelfde is, ja, dan gaat het never, ever, nooit werken. Dus ja, het is prima. Hij loopt op de aarde rond en hij doet zijn ding. En hij kan mij altijd bellen. Als mijn broertje en zusjes geboren zijn, belt hij ook. Van, ze zijn weer geboren. Of stuurt een fotootje door. Ze zijn weer nieuwe. Ik heb er weer 2. Ze zijn er weer, vers van de pers. En hij is ook wel een stukje ouder dan mijn moeder. Dus ik vraag me af hoe lang dat nog... Maar goed, jullie mannen kunnen trouwens voor eeuwig natuurlijk baby's maken. Ja. Dus... Ja, is dat zo? Blijf je zaad altijd goed? Ja. Ja. Kan je als 80-jarige... Zeker. Ja? Oké. Okay. Ja. Als jij 80 bent... Dan kan ik nog... Niet Jessie. Dat kan dan niet meer. Niet meer met Jessie. Nee. Maar mocht je denken... Hey, kan dat nog? Weet je wat, ik heb nog wat over. Ja, ja. Het ligt toch in de vriezer. Het zit er nog? Ja. Let's do it. Kom maar langs met een lepel. Precies, dan kan het gewoon. Kan jij gewoon op de dag nog een kleintje krijgen. Nee, goed om te weten. Hoe zit het met jou en je ouders? Mijn vader is overleden. Oh. Toen was ik 17. Mm. En, wat een rot leeftijd om een ouder te verliezen. Ja, dat is een kut leeftijd. Ja. Nou, dat is natuurlijk geen enkele leeftijd, dus top. Maar 17 is echt puber. Ja, en dat is wel ook een fase in je leven waarin je... Zo zoekende. ...vragen krijgt en ook wel een vaderfiguur nodig hebt. Ja. Maar ik moet zeggen, ook ik ben ook heel close met mijn moeder. En ik heb nog een hele toffe broer. Oh, en zeg maar, in de periode dat mijn vader kwam te overlijden, is best wel veel aan vooraf gegaan. Want mijn vader was verslaafd. Dus ik heb eigenlijk in die jaren na zijn overlijden toe eigenlijk al... Ja, ben ik mijn vader al een beetje kwijtgeraakt. Ja, ja. Maar mijn moeder kreeg toen een hele leuke nieuwe man. Oh. En ik moet zeggen dat hij met terugwerkende kracht waarschijnlijk wel een soort van steunpilaar is geweest binnen ons gezin, waardoor mijn broer en ik op de een of andere manier toch wel redelijk stabiel nog... Kijk, als je jong bent, in je puberteit, je vader, daar gaat het niet goed mee. Nee. Dan is het ook een periode waarin je heel makkelijk echt verkeerde keuzes maakt. Absoluut. Als jij geen stabiele thuisbasis hebt, nou, dat is een recept voor disaster. Ja. Ja. En mijn moeder was altijd... Mijn moeder is heel open en ik zeg ook altijd, dat vindt zij het grootste compliment, maar... Ik wil mijn kinderen opvoeden zoals zij mij heeft opgevoed. Ja, dat is mooi om te zeggen. Dat ja, dat doet ze lief, echt goed, hè? Lief. Ik kan me wel voorstellen dat het een mooi compliment is. Maar ik voel dat ook echt zo. En omdat mijn moeder was altijd super open. Heeft wel duidelijk gewoon mij heel veel normen en waarden bijgebracht. Maar heeft mij nooit het gevoel gegeven dat ik niks mocht. Of dat ik mocht heel erg zelf mijn eigen grenzen opzoeken. Ja, en mijn moeder ja, was daar gewoon altijd om mee te praten. Dus ik heb thuis ook... Ik had eigenlijk nooit geheimen. Ik weet dat vriendjes van mij die logen tegen hun ouders. Ik heb nooit gelogen tegen mijn ouders. Hoefde niet. Ik heb wel eens wat dingen niet gezegd. Maar ik was wel open en eerlijk. Weet je, dat was vroeger als ik op school zat. Ik werd altijd de klas uitgestuurd. Ik was onhandelbaar. En ik kon daar altijd wel heel fijn over praten. Ik kreeg geen straf. Mijn moeder... Belangrijk is dat. Ja, nee, maar zeker. Want dan voel je ook gewaardeerd. En dan blijf je zelfvertrouwen ook heel.
Want als je op een gegeven moment het idee krijgt, ja, er is iets met mij, mijn leraren mogen me niet, mijn ouders geven me straf. Er is mis met me of ja. zo. Of, ja. Dan ga je vrienden zoeken die hetzelfde zijn. Dan vind je daar een soort van gelijkenis. Dan denk je, oké, dit is de heilige graal. Eindelijk mensen gevonden en dan dwaal je af, denk ik. Ja. Wow, maar wat goed dat je moeder dat allemaal heeft behoefd. Ja. Door gewoon open en eerlijk te zijn. Ja, toch? Hoe, jouw moeder? Mijn moeder was wel heel streng. Ja? Mijn moeder is heel streng. Mijn moeder is zelf ook heel streng opgevoed. Mocht echt niks. Mocht ook niet bij mij spelen en dat soort gedoe. Dat mag ik natuurlijk wel. Alleen mijn moeder, ik was haar alles. Zeg maar. Ja. Ik was haar kindje. Ze was 23 toen ze mij kreeg. En 26 toen ze uit elkaar ging met mijn vader. Maar ook toen haar vader overleed. Dus er gebeurde heel erg veel. En je bent 26 jaar en heb je een kind van 3. En heb je geen werk. En lastig, allemaal gedoe. En die ex die gewoon... Dus zij dacht echt, maar met jouw leven wordt top. Jij gaat het, weet je wel, dit komt gewoon alles goed. Ik ga jou beschermen. Jou. Ja. En, maar wel heel erg liefdevol en heel begripvol. Dus waar mijn opa tegen mijn moeder zei, je mag dit niet. Hmm. Dan legde mijn moeder het uit. Nee, jij mag niet 's avonds fietsen om 11 uur van de stad naar huis. Want ik ben echt heel bang dat een kerel jou grijpt. Ik breng je wel. Maar ga alsjeblieft niet alleen. Ga alsjeblieft niet liegen. Ga alsjeblieft niet stelen. Als je iets wil hebben, zeg het tegen me. Dan haal ik het voor je. Heel open en eerlijk. Als ik ging stappen vroeger, bleef ze wakker. Ja. Tot 6 uur. Dat ik op een gegeven moment dacht, nou weet je wat, het is me niet meer zo waard. Dat stappen en ik vind het zielig van moeder. Ja. Ik blijf wel gewoon thuis, whatever. ik weet dat. Dat je denkt, nou laat maar. Ja, maar je moet echt gaan slapen als ik thuis kom. Dus nee, ik doe het echt niet. Dacht, nou, laat maar dan. Ik was natuurlijk met mijn broer, dus 2 jongens is dat volgens mij ook al anders. Mm-hmm. En wij gingen dan met vrienden op stap. En mijn moeder maakt zich op zich wel zorgen. Maar die had ook wel zoiets. Ja, en met z'n 2 is ook wel anders toch? Ja. En ik ging op een gegeven moment... Ik had eigenlijk dezelfde vrienden als mijn broer. Ik ging altijd met oudere jongens om. Oh ja, dat is ook wel een veilig idee voor jou. Ja, maar was tegelijkertijd ook... Daardoor ben ik heel jong met heel veel dingen begonnen. Oh. Ook omdat, ja, weet je, ik ging echt op mijn 15e. Ging ik... Wat komt er nu? Nou, jij ging naar al die feestjes, weet je wel. Okay. Dan stonden er allemaal mensen van 25 mee. Ik was 15. Ja, ja. Maar ik had vroeger een kale kop. Ik had gemillimeterd haar. En op een gegeven moment ging ik een beetje naar de sportschool. Dus ik had, denk voor die leeftijd was ik best wel stevig gebouwd. Ja, ja, ja. En dan ging ik met vrienden van mij. Die waren dan 3, 4 jaar ouder. En die moesten hun legitimatie laten zien. En ik kwam gewoon altijd binnen. Ja. Was fucking vaag. Ja. En... dus ik was altijd wel omringd met vrienden en mijn broer. Dus ik denk dat mijn moeder dat iets minder spannend vond dan jouw moeder. Ja, Had jij veel geheimpjes voor je moeder wel? Of? Nee. Ik heb mijn moeder echt als mijn beste vriendin ook. En zeg mijn moeder andersom niet. Maar ik vertelde wel echt alles aan mijn moeder. Ja, ja dat was ook wel fijn. Behalve seksuele dingen. Ja. Dat kon, daar is ze dan... Dus daar heeft zij zegt ook altijd dat ze best wel mannelijke testosteron heeft. Dat is een soort daarin dan... Vader is mijn dochter. Ja, dat ja. wil ze allemaal niet horen. De Romy seks, daar wordt ze helemaal naar van. Dus dat kon ik niet echt bespreken. Maar ging dat dan met je seksualiteit in je puberteit en zo? Wilde je daar wel met haar over praten? Of? Ik denk dat ik nu denk... Oh, daar had ik misschien toen wel over moeten praten. Ja. Maar was misschien handig geweest. Alleen... dat was... Mijn moeder creëerde die sfeer niet, zeg maar. En dat zeg ik ook tegen haar. Van, dat ga ik wel anders doen met mijn kind later. Je bent verder perfect. I love you. Ja. Maar dat... En andere dingen wat ik ook altijd tegen haar zeg. Dus ze gaat het horen. Dan gaat ze zeggen... ik mocht nooit boos worden. Ik moest altijd heel respectvol zijn. Heel stem verheffen. No way in fucking hell. Ik heb een keer toen de boos naar boven gelopen. Ze gaan naar boven. Zo naar boven en al met de deur dichtgegooid. En toen kwam ze naar boven. Ik heb er nog nooit... Zo bang geweest in mijn leven. Zo bang. Die deur op. Wat heb je gedaan? Nee, mama is nog in. Ja. Oh, dat was doe je dat nu ook nog steeds niet, je stem verheffen? Jawel. Nee, nu heb ik het ingehaald. Ja? Nee, trouwens. Ik weet niet. Ik word nooit boos met stem verheffen. Ik word altijd boos rustig. Oh ja, dat is nog enger. Ja, dat zegt Jasper zo ook altijd. Ik heb niet te doen. Ja, ja. Ze Jasper, van, nee, die broccoli. Oh, ja. Die zou jij uit de vriezer halen. Ja, precies. Oh. Nee, is goed. Die alleen. Ja, oh ja. God. Ja, ja. Ja, ja. Mm-hmm, mm-hmm. Rustig blijven. Heel rustig het punten zo discussiëren. Ik vind die vind ik al eng hoor. Ja, ja die is weet je echt, ik heb echt iets kuts gedaan. Maar je weet het ook. Je ziet me dan ook denken als een soort van Rolodex. Van we gaan nu terug naar februari 2019. Toen jij om 3:15 tegen me zei. Dat ga ik nu terughalen. Ik ga het nu voor je voeten gooien. Je krijgt alles. Ja, zo zijn wij vrouwen. Ja. Verschrikkelijk. Ik weet eigenlijk niet of Jessie zo is, maar... Nee, Jessie is echt niet nee, zo. Nee, zo lief. Ja, liever, dus ook weer, oh ja, mijn vriendin is niet zo. Maar Jessie echt... Ik, ja, no, ik ken haar, dus het is oké. Ik heb super zacht en lief. Wij hebben ook nooit ruzie. En, maar gewoon, op de een of andere manier lukt het ook niet, of zo. Wij komen... Maar het hoeft ook niet dan, nee, toch? Nee, het is ook zo, weet je. Maar ik vind, het is ook niet erg als je af en toe eens een keer een goede, heftige discussie hebt. Maar dat gebeurt bij ons niet. We zijn over het algemeen... Ik heb gewoon nog nooit. Ik kan wel kwaad worden. Ja. Ik kan wel driftig worden. Ja. Niet vaak. Maar als het gebeurt, dan gaat het goed. Dan is het goed. Maar ik heb dat bij haar nog nooit gehad. Want ja, ik weet niet, op de een of andere manier is dat bij ons in balans of zo. En kijk, als iemand tegenover je zit die
ja, gewoon rustig blijft. Ja. Ook al heeft ze iets fout gedaan. Ja, dan ga ik niet mijn stem verheffen. Dan zeg ik wel gewoon van, Jess, ik vind dat niet tof. Nee. Maar dan zal ik niet kwaad geen worden. Geen ruzie. Gewoon, je kan het ergens niet mee eens zijn. Nee, maar dat hoeft ook niet zo te zijn. Ik dacht dat ik dat wel zou moeten. Ik hoorde heel veel mensen zeggen, je moet een passievolle relatie. Ik ben ook een heel gepassioneerd persoon. Ja. Dus, in mijn werk, maar ook in privésferen. Dus ik dacht dat het ook moest. En bij mijn ex was het ook wel zo, dat we echt flinke ruzies hadden. En toen ontmoette ik Jasper. En dacht ik ook maar... Maar zo kan het gewoon zijn. Hij is zijn. Ook echt zo'n lieve gozer, Jasper, toch? Kan ik niet boos krijgen. Nee. Dus niet, kan ik alles, kan op mijn kop gaan staan. Wij kunnen elkaar de hand schudden. Wij zitten een beetje in hetzelfde schuitje. Ja. Hij maakt mij ook wel weer rustiger en zachter. Dus dat is heel fijn. Maar ik heb ook het idee dat dat niet meer dus hoeft. Nee. Sowieso, we hebben al genoeg discussies in het leven. Je hebt al genoeg dat je voor jezelf op moet komen. Of iets duidelijk moet maken. Dus ik vind het heel fijn dat ik dat niet in privésfeer ook nog heb. Ja. Ik ben echt blij dat het gewoon rustig is. Fijn. Nee, je hebt een beetje andersom inderdaad. Ja. Echt, we hebben allebei een zwevertje te pakken. We hebben een zwevertje, ja. Wel lekker. Ik ben ook wel een beetje zweverig geworden. Ja, ik ben wel ook meer geworden. Ja. Veel meer. Nee, toen ik Jasper ontmoette was ik zat ik niet lekker in mijn vel. Nee? Nee. Hoe lang ga je nu met Jasper? Welke maand leven we ook weer? Juni? Wij leven nu in juli. Anderhalf maand. Ik wou net zeggen. Anderhalf jaar. Zo. Nee. Anderhalf jaar zoiets. Kreeg jij een beetje tegelijk met Jasper toen ik met Jess kreeg? Of iets later? Was dat in een winter of in een... Ja, ik heb volgens mij nu... Ja, bij mij is het, wordt ze boos. Nee, bij ons is het blurry, niet. Omdat wij gewoon best wel lang al heel veel met elkaar omgingen, maar nog geen stempel. Ik denk dat wij nu bijna 2 jaar, anderhalf, 2 jaar of zo. Ja, nou, we hebben nog geen 2, dus we zitten iets aan de andere kant. Aan de andere kant. Maar wel al een hele fijne lange tijd. En daar was ik heel blij mee dat ik Jasper ontmoette op waar moment ontmoet dat je elkaar? wij ontmoeten elkaar op een soort netwerkborrelachtig iets en... Ik was daar omdat ik moest zingen. Dat lachje impliceerde een beetje alsof je ging zeggen in een swingersclub. Ja. Nee, ik moet altijd nadenken. Omdat het moment dat wij elkaar hebben ontmoet... is zeg maar iets eerder dan dat wij in de pers uitkwamen... dat we elkaar hadden ontmoet. Ja. En dat is nu niet zo erg, maar dat was toen een soort gevoelig. Omdat ik was verloofd met mijn ex. Verloofd. Ja, oké. Okay, vertel. Verliefd, verloofd. Net niet getrouwd. Alles was helemaal rond. Ook, en dat was ook in het nieuws dat allemaal? Dat was heel in het nieuws. Ik was ten huwelijk gevraagd. Nee, geeft niks. Ik was ten huwelijk gevraagd. Oh ja, ik heb die uitnodiging nog ontvangen. Nee. Nee, klopt. Oh, ik denk al. Wat? Nee, dat is voordat ik je kende. En ook voordat ik Jessie kende. Maar alles helemaal rond. En alleen 2 maanden van tevoren voelde het gewoon niet goed. We waren al best wel lang, echt best wel heel lang als struggles en zo. We hebben heel erg ons best gedaan. Maar het was er gewoon niet. En ik zei ja... We kunnen nu zo doorgaan en ik kan met jou trouwen terwijl we het niet voelen. Maar dat vind ik niet eerlijk. Dat vind ik niet. Huwelijk is best wel iets heiligs of zo. In ieder geval, als je het doet, doe het dan puur. En omdat je elkaar in de ogen aankijkt en zegt: dit is het. Maar hoe moeilijk moet dit proces voor jou geweest zijn? Fucking moeilijk. Gewoon als privé. Jeetje. En dan ook alle mensen naast ze die jou appen. Ik heb zo zin in een bruid. Ik heb al een jurk. Zoveel verwachting. En dan nog iedereen in de media die continu dingen vragen. Dus dat was heel moeilijk. En tegelijkertijd ging ik heel erg hard met mijn werk. Ging heel goed met mijn carrière. Ja. Heel veel programma's. Ik deed heel veel dingen. En toen ben ik gewoon gevallen. Ben burn-out. Noem het, geef het beestje naam. Maar ik was echt klaar. Ik had lichamelijke klachten al heel lang. En ik negeerde ze gewoon. Want ik dacht, nou, ik ga gewoon door met werken. En ik ga gewoon door. En toen op een gegeven moment zei mijn lichaam wel, het is nu wel echt klaar. En toen ben ik eruit gegaan. Toen was het dus al over tussen mij en mijn ex. Maar toen was het nog niet over voor de buitenwereld. Nee. Omdat ik dacht, ja, dat krijg kan je nu ook nog. Bij. Ja, dus laat laten we eventjes... Ja, laat met ik eerst zo'n maar interne even... struggle. En dan moet je dat ook nog eens even aan de buitenwereld Precies. gaan delen. En ik had geen zin in die verdediging en zo. En op een gegeven moment, volgens mij in januari 2019... of 2018, ik weet niet meer... stuurde ik een berichtje eruit van dat ik en ging stoppen met mijn werk... een lange tijd, en dat het uit was dus mijn Django. En toen kreeg ik zoveel positieve reacties. Had ik niet verwacht. Ik had echt verwacht dat iedereen zou zeggen... oh, zie je nou wel. Ja. Jouw perfecte sprookje gaat niet door, stom wijf. Want mensen zijn nogal best wel kut op social media. Absoluut. Komt bijna iedere podcast komt dan wel weer een keer toe. Ja, dus, maar, ik, maar het, is dus, het verbaasde me heel erg dat mensen het allemaal heel erg begrepen. En dat er heel veel begrip was voor... ja, misschien hadden mensen me ook al best wel lang hard zien werken... en gedacht van, nou, die gaat een keer vallen. En toen viel ik. En toen dacht ze, nou meid, dit is oké. Okay. En op het moment dat je het dan met de buitenwereld deelt... dan valt er voor jou natuurlijk ook een enorme last van je schouders. Zo, maar vooral omdat ze zo positief reageert. Toen had ik echt rust. En toen, nou, in die periode ontmoette ik dus Jasper. En hij was het precies wat ik nodig heb. Ik zag hem in die plek en ik moest optreden. En ik moest... Jessie was daarbij, by the way. Oh, echt? Ja. Bedenk me nu in één keer. En hij was daar aan het netwerken, allemaal interessante dingen met fotografie en blabla. En wij waren gewoon alleen met elkaar.
we waren alleen met elkaar. En mijn manager was die zei, oh, maar je moet even... Nee. Jij en ik gaan praten. Ja. En maakt niet uit wat er gebeurt. Ook blijven we vrienden, ook al is het deze avond. Maar jij en ik, dat is een soort energie van... Ik moet bij jou blijven. En ja. Nou precies hetzelfde andersom. En toen heel veel gepraat, afgesproken. En ja, eigenlijk onafscheidelijk. Toch? Onafscheidelijk sindsdien. Ja. Wat leuk en fijn voor je dat je zeker na zo'n heftige periode in ieder geval iemand vindt die je daar doorheen sleept. Want ik denk dat dat heel heftig geweest moet zijn. Ja, dat was echt... ik was mezelf echt heel erg kwijt. En dan moet je jezelf vinden. En, heb je dan van die momenten moeilijk. Gehad dat je gewoon 's ochtends wakker werd en dat je denkt, sla me over? Ja, maar ik had wel heftigere gedachten dan dat hoor. Ja? Ja. Hoe ver ging dat dan? Ja, dat heel heftig. Ja. Dat je gewoon geen zin meer in had? Nee, dat door zich echt wel heel erg zorgen maakte. En heb je daar toen... Met wie kon je praten over die gedachtes? Was je omgeving ervan... Nee, ja. Of heb je dat geheim alleen maar... Nee. Want je zag het. Mijn haar viel uit. Ik werd niet meer opgesteld. Je werd wat dunner. En nou ja, goed, ik was continu aan het werken. Ik was continu moe en ik was continu gestrest. En mijn moeder en ik grappen er nu over, maar dat was toen niet grappig. Nee. We noemen het tortellini-moment. Dat mijn moeder doorhad, dit gaat niet goed. Nee. Dat ik dus na een show had ik eindelijk een keer vrij. En ik zat in de supermarkt en ik wilde per se die groene tortellini. En ze hadden het niet. En toen ben ik in die Albert Heijn gaan huilen. Oh. Ja, kon het niet. Dat was echt een burn-out. Het was heel raar. Ja. Het was... Goed, toen had mijn moeder het dus door te brengen. Dat is toch heel lang doorgegaan. Want dus je kent het misschien wel. Je werkt gewoon voor best wel heftige werkgevers. En the show must go on. Whatever. Tuurlijk, en dat voel ik ook enorm. Zo. Die verantwoordelijkheid voel ik ook zo. Dus ik ben doorgegaan. Maar ja, dan ga je dus wel... daarna val je echt heel erg hard. En toen heb ik hulp gekregen en hulp gezocht van... Nou ja, alles wat je maar kan bedenken. Alles aangepakt. Alle stappen netjes gevolgd. Ja, ik dacht, dieper dan dit kan het ook niet... Ik kan niks meer fout doen nu, want... Dieper dan dit wordt het ook niet. Het was wel heel spannend om op dat moment te zeggen... ik ga ook niet meer werken. Want in een vak zoals wij... en wij zeggen, ja, waarschijnlijk ben je er een jaar uit... dan kan je ook wel echt helemaal weg zijn. Tuurlijk, ja, ja. Dus dat was... Maar dat maakt die druk nog heftiger. Precies, maar ik dacht echt, nou ja, dan maar niet. Hé, maar hoe fantastisch zie je eruit? Oh, nee, nou, maar, ja, nee, maar serieus, je zit dat te vertellen... dat je zo was afgevallen, dat je haar viel... en je straalt, man. Voor de mensen die niet kijken en luisteren... Hè, Thijs, cameraman... Maar jij zit op dat grote scherm te kijken. Oh, wat lief. Nee, maar je ziet er gezond echt heel gezond uit. Ik voel me ook. Ik voel me fit. Ik voel me happy. Ik voel me fijn. Niet, ja, corona was dramatisch, vond ik zelf. Ik lag echt in bed alleen maar te vreten en een soort van depressief te voelen. Ik dacht, nee, nu ben ik eindelijk weer aan het werk. Ja. En dan komen er echt super toffe dingen. Muziek zou uitkomen. Ik zou een film gaan spelen in maart. Ik kwam allemaal toffe dingen. Bam, corona. Ja, hou op, man. Ja. Hou op. Nou, kijk, het is voor heel veel mensen even nog veel erger. Ik vind ook dat veel mensen voelen zich dan gelijk dat ze dat moeten zeggen. Maar je mag het toch gewoon kut vinden. Ja. Terugkomend op je verhaal. Ik ben niet daar geweest, maar ik heb wel een periode gehad dat ik aan mezelf voorbij liep. Ook eigenlijk toen ik in het theater stond. Oh ja. Ik vond dat ook echt, nou goed, dat is eigenlijk het heftigste wat je kan doen. Ja. Die show, The Must Go On. Als je ook gewoon een kuchje voelt of je voelt je wat minder goed, dan denk je, ik stond in mijn eentje op het podium. Ja. Oh, shit. Super naakt. Ik moet, desnoods 3 aspirines, we gaan gewoon door. Ja. En ik heb op een gegeven moment de beste tip die ik heb gekregen, het klinkt nu heel simpel, maar is gewoon... kaderen gewoon zo hard je eigen grenzen aangeven. Oh, ja. Maar dat is niet alleen met dingen als van dat je management belt van hey, we hebben een klus voor je en dat je dan zegt nee, ik doe het niet. Dagen. Maar het is in alles. Ja. Gewoon ook tegen jezelf zeggen van ik zeg wat thuis, je moet nog een klusje thuis doen. Dat je zegt, nou, weet je wat, ik laat hem liggen, ik ga het morgen doen. En dat je gewoon een uur de tijd voor jezelf neemt. Ja. Gewoon volledig afgekaderd. Een soort van onzichtbare cocon om je heen. Ja. En dat heeft voor mij... Ik zei ook overal op gewoon die ja-trein. Het is heel lastig, want als je... Klopt. Ja, dat hoort dan ook als het... Hoort je moet pakken wat je pakken kan en je moet knallen. Wanneer het gebeurt, moet je het allemaal doen. Dus dat is heel moeilijk. Wanneer zeg je dan dus nee? Ja. En zeg je dan nee tegen het juiste? Fucking moeilijk. Nee, hou op. En wat betreft de shows doen... Ik ga nooit meer zo hard werken, in mijn hele leven niet, als wat ik deed in The Bodyguard. Nee. In die periode, maar het maakt niet uit wat er komt. Ook hoeveel shows deed films. Je per week toen? In het begin deed ik gewoon, ik wou zeggen alle shows, maar dat is niet waar. Deed ik er 6 van de 7. Per week? Per week. Ja, dat is krankzinnig. Ja, en dat is... Hoe lang? De show duurt 2 uur. En voor wat, hoe lang was die periode dat je moest spelen? Nou,
oktober was de première, dus daarvoor speel je natuurlijk al een maand. Maar 2 weken later brak ik mijn arm. Op oh toneel. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja, dat was een beetje kut. Maar toen zou ik natuurlijk, weet ik veel, 6 weken in het gips moeten. Toen heb ik 2 weken in het gips gezeten, want er was pressure. Vanuit mezelf en vanuit het publiek en vanuit de cast en vanuit alles en iedereen. Toen ben ik opgegaan met een brace. Heb alles aangepast en toen heb ik ook een show genoemd. Maar toen kon ik natuurlijk niet zoveel shows doen. Dit is al, want het dit, is dit. Dit zegt al alles, toch? Ja, dit zegt alles over gewoon blind gaan. Maar dus niet luisteren naar je lichaam. Want ook een botbreuk hield mij dus gewoon niet tegen. En ook in gips ging ik naar theater. Want ik daar wilde voelen bij die familie. Ik wilde dingen doen. Zij kan die dingen klaarleggen voor jullie, weet je wel? Ik ben dan, als ik eenmaal ga, dan ga ik heel erg hard voor alles. Of het nou vreten is, of hard werken is, of liefde. Wat is het grootste verschil met de Romy van toen in die periode en de Romy van nu? Sowieso dat ik mezelf beter ken. Ja. Ik had toen gewoon geen idee. En dat ik heel veel dingen van anderen aannam. Dat het zo zou zijn. En nu kijk ik gewoon wat langer wat eventjes. Wat goed is voor jou en wat niet voor een ander. Wat goed is voor mij en waarom zegt diegene dat? En voor wie is dat nou echt belangrijk? En ja, kijk, het is bijna onmogelijk dat ik niet ben gevallen of zo. Ik kwam helemaal uit het niets en helemaal vol in die showbiz. En zoveel mensen die wat van me wilden. En ik heb ook nog eens een heel pleasend karakter. Ik weet niet of je dat zou zeggen, maar heel erg. Dus dan na shows, zeg ik iedereen, leggen jullie je schoenen uit in de kleedkamer? En dan ga ik voor iedereen een cadeautje gekocht. Want ik wilde ook dat doen. Ik vond dat leuk. Ik hou van het moedergevoel voor al die kindjes van in de shows. En ik wil dat ook nooit kwijtraken. Want dat vind ik, mijn moeder zei dan, doe dat dan niet. Je bent nu bezig met je werk en blablabla. Dan ben je, waarom ga je niet gewoon, zit je dan 2 uur nog in theater? Zeg je, maar mama, als ik dat ook nog eens verlies aan mezelf, dan zou ik zo zonde vinden. Want dat vind ik zo leuk. Ik hou daar zoveel plezier uit. Dan heb ik helemaal niet meer plezier in de dingen die ik doe. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar het moet wel. Kijk, je haalt er plezier uit op het moment dat je het allemaal kan bolwerken. Op het moment dat het te veel wordt, moet je ook tegen jezelf durven zeggen van. Ja, en als het niet misbruikt wordt. Dus dat krijg je op een gegeven moment natuurlijk wel. Want ik zou het zo fijn vinden als je toch nog eventjes. Dit en dat. En dat zou ik heel erg waarderen. En dan terwijl je eigenlijk iets heel onmogelijks vraagt. Weet je wel? Daarin is je omgeving natuurlijk ook heel erg belangrijk. En bij je werk kies je niet altijd voor je omgeving. Want dat wordt gewoon voor je bepaald. Mooi gezegd. Dus in je privéleven des te belangrijker dat je mensen om je heen hebt. Tegen wie je eerlijk kunt zeggen van Romy is even klaar gewoon. Nou ja, waar ik heel blij mee ben met Jasper. Is dat hij reist heel veel. Dus bij zijn vrienden, bij zijn familie is geen verwachtingpatroon. Dat vind ik zo fijn. Je hoeft niet op een zondag met je schoonmoeder aan de kippensoep. Zelfs niet met kerst. Als Jasper geen zin in heeft, dan komt hij niet. En dat vind ik een hele fijne sfeer. Want waarom zou je elkaar soort van het opleggen van het is kerst, dus jij moet bij mij toe komen. Terwijl diegene misschien helemaal niet zoveel zin heeft of moe is of whatever. Die sfeer. Mijn familie heeft dat ook met mij. Maar ook dat is gekomen omdat ik er gewoon te vaak niet was. Ja. Ik moest gewoon werken met kerst. Weet je wel, ik moest werken met Pasen. Dus als ik er nu ben, is het fijn. Maar voorheen, die verwachtingen, dan stel je mensen teleur. Dus ik helemaal kut. We willen natuurlijk geen mensen teleurstellen. Nee, dus die verwachtingen die moeten eigenlijk aan de achterkant zoals bijgeschaafd worden. Zoals ik het nu worden. Heb met Jas is het echt heel fijn. Ook met vriendinnen om me heen. Weet je, van als je er bent, is het top. Als je er niet bent, snap ik het ook. Ja. Dus dat vind ik zo fijn. Maar dat bereik je dus alleen door die grenzen aan te geven. Ja. Ook aan je omgeving, en je werk, bij je management, bij je privéleven. Ja. Maar goed, het is in het begin even kut natuurlijk. Want dan denken ze, waarom, hoezo? Weet je wel? Ja, maar ook omdat je bang bent vaak dat je dan de boot mist. Als jij een klus afzegt, dan denk je, maar dan gaat iemand anders dat doen. En dat is een concurrent. Of, weet je, zo leg je jezelf heel veel druk op. Ja. Maar uiteindelijk leef je maar één keer. Heb je je lichaam, je kiest je lichaam niet. Je krijgt een lichaam, maar dan moet je ook goed voor zorgen. Ja. Je moet gewoon in harmonie leven met je lichaam, echt toch? Zo. Absoluut. Ja. Absoluut. Superbelangrijk. Maar je geest en je lichaam. Maar als je lichaam niet lekker gaat, gaat je geest ook niet lekker. En andersom ook niet. Maar dan ben ik misschien heel zweverig. Maar dat breken van je arm is misschien ook wel een seintje geweest van bovenaf. Oh, maar absoluut. Ik was namelijk, ik moest over een bankje heen springen. En de leuning, het was letterlijk zo'n leuning. En ik was zo moe, dat ik mijn voet gewoon niet goed optilde. Nee. Maar dat je dus al zo moe een show doet, dat je zo kapot bent. Omdat ik deed natuurlijk shows, maar ik deed overdag natuurlijk PR. Ja. Dus ik was in elk tv-programma, in interviews en fotoshoot. Nou, je weet hoe lang een fotoshoot duurt. Je bent helemaal kapot. Ja. En dan moet je nog doorrijden, dan moet je s'avonds nog een show doen. En dat hebben we wel aangepast hoor, op een gegeven moment. Maar ja, die half jaar, dan maak je zulke schade. Als je dan niet even vrij neemt, dan haal je het niet in. Nee. Ik zit daar ineens te denken, Romy. Heb je de show niet gezien? Of wat? Nee, wel, maar dat jij je arm breekt. Ik zit ineens te denken, de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten, ben je met een wagen over de kop gevlogen.
Dat is echt zo, ja. Even voor de mensen thuis. Romy en Jessie zitten in een Jumbo-team en die zouden gaan racen. Dus allemaal meiden en die zouden tegen elkaar gaan opnemen. Bij de Jumbo-race-dagen, ja. Ja, twee trainingen gehad volgens mij en hoppa, Zandvoort op. Fucking gevaarlijk. Ja, fucking gevaarlijk. Ik was er helemaal niet blij mee, want Jessie zat in dat karretje. En ik weet dat er in die training Jessie al... Jessie was al op de kop gegaan of zo. Of in ieder geval al tegen al een band of zo. Ja, aan. Die had last van de nek en zo. Toen vloog die helm gewoon af. Die helm vloog af, dus ik kwam naar Zandvoort en ik had het helemaal gehad. Ja, snap ik. Ik wilde die baan oprennen. Ik denk, trek eruit en ik zet er op klaar. De fiets. Voor wat met ook. Zijwieltjes. Voor wat ook. Je gezondheid zo op het spel zetten. Maar goed. Ja, en ik sta met Jasper, dus de vriend van Romy, sta ik op een soort verhoging. Wij keken en wij waren allebei echt zo zenuwachtig. We zagen die autootjes. En we waren ook zo opgefokt, hè? Ja, want die meiden werden super competitief. Ja. Dus op een gegeven moment zien wij dat er een auto over de kop vliegt. Ja. En we weten niet welke het is. Niemand wist wie erin zat. En daar kwamen we ook best wel laat achter. Ja. Dus Jasper en ik staan echt lijk en lijk bleek staan we op dat dek. En op een gegeven moment, ik wist niet meer waar Jess was. Hij wist niet waar jij was. Nee, telefoons ook niet. Nee. Dus wij stonden helemaal van, oh shit. En we hoorden die speakerman hoorden we nog roepen van, ja, een van de dames omhoog. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat jij het was. Nou, helemaal kut natuurlijk. Wij wisten dat jij... Daar zetten ze van die witte doeken op de baan. Ja. Dus Romy lag achter die witte doeken. Wij wisten niet van, doen ze dat omdat ze dood is? Of wat is er aan de hand in godsnaam? Echt verschrikkelijk. Helemaal kut. Ja, ik denk traumatisch. Ook voor die vrouw. Want ik crashte dus met een ander meisje. Maar mijn crash was zeg maar inderdaad over de kop. En gewoon heel heftig. En als je het ook hoort, het geluid. Al het was niet zo heftig, want ik heb niks. Maar het zag er heel heftig uit. Vervolgens worden die witte doeken gedaan. Die meiden moeten steeds nog rondjes rijden om dat circuit langs het ongeluk. En één man, voor de luisteraars die niet kijken, doet een soort van, met de hand bij de keel. Zo van, het is niet goed. Het is klaar, precies, het is finito. Ja. En wie reed nou achter mij? Do ziet dat. En die begint compleet te huilen in die auto. Iedereen is natuurlijk helemaal paniek. Die denkt, nou, die Rome is gewoon dood. Ja. En we hebben namelijk al wel ongelukjes gehad tijdens die trainingsdagen. Het waren geen misselijkmakende snelheden. Dus die denken, nou, dit is klaar. Dus voor die meiden was het heel heftig. Ik lag ondersteboven. Ik moest eruit gesneden worden, uitgeknipt. Vervolgens had ik last van mijn rug. Dus toen dachten ze allemaal, nou, die heeft een dwarslesie voor de hebben. Dus moest ik 4 uur lang in zo'n vacuumzak zitten. Ja, in het ziekenhuis. Weet ik nog, Dus het heeft allemaal super lang geduurd. Gelukkig had ik alleen maar gekneusd bosbeen en de volgende dag zat ik gewoon weer in de auto en ik zou ook gewoon weer racen, want het was super leuk. Ja, ik zat met Jasper, liepen wij naar die plek toe waar je dan als je over de kop gevlogen bent naartoe wordt gebracht door de ambulance. En wij stonden daar en we wisten gewoon niks. Dus er kwam af en toe een dokter terug en die zei, ja, we weten nog niks. Ja, dat was heftig. Ik heb tegen Jess gezegd, nooit meer. Nee, ja, snap ik. Ik vind het allemaal leuk, maar je gaat maar gewoon lekker, weet ik veel, iets anders Breien, doen met die meiden. Zo. Ja, leuk, ga maar lekker met die meiden iets anders doen. Ja, nee, het was wel heel tof, maar ik denk dat het achteraf oprecht best wel, gewoon heel gevaarlijk is als je niet de juiste en de hoeveelheid training krijgt en wel serieus gaat racen met elkaar. Het is gewoon eigenlijk een beetje gek. Oh, die Jasper. Die zal zich ook Oh man, dat was echt verschrikkelijk. Ja, en hij zei dat jij heel erg lief was. Heel chill en bezorgd ook trouwens. En die vriend Tim was er nog bij. Ja, ik heb natuurlijk heel lang nog met die scans en zo gezeten. En mijn moeder moesten we toen bellen. Daar was hij volgens mij het meest bang voor. Ja, volgens mij gingen jullie... Toen gingen jullie ook echt pas net. Ja, echt net. Dat was ook... Daar maakte hij ook nog die grap over van... Want mijn telefoon ging af. En toen belde mijn ex ook nog. Want die was op een gegeven moment... Het was natuurlijk gelijk al... Ja. Ja. Dat was natuurlijk ook ongemak. Zei, Jas, neem maar op. Ja, dan moet ik dan dus je ex opnemen of zo. Maar dat was helemaal goed, helemaal fijn. Hey, en Jasper, jouw vriend, die maakt natuurlijk allemaal prachtige foto's. Sexy heeft een wereldbaan. Ja. Die fotografeert allemaal vrouwen naakt of half naakt. Maar echt wel prachtig uit voor Jessie ook die FHM-foto's gemaakt. Ja, zo mooi. Ja, kikker, dat paard. Niet normaal mooi. Heel classy ook, heel mooi. Vond je daar nog iets van? Dat hij heel vaak omringd wordt door mooie vrouwen, naakte vrouwen? Ja, ik moest heel erg wennen. Sowieso, ik denk dat ik met mijn ex, maar exen, want ze stelen het die ex. Maar gewoon over het algemeen ben ik wel onzeker en jaloers. Ja? Ik ben heel gepassioneerd. Oh, dat zou ik helemaal niet bij jou verwachten. Nee, maar dat is nu niet meer zo. Dus sinds jij mij hebt leren kennen, is dat niet meer zo. Ja, maar dat is vanuit nature ook wel reizigersvrouwen zijn wel... niet aan mijn man komen en die bent een lul. Ja? Dus maak je dood. Maar dus met Jasper is het totaal anders. Die heeft contact met al zijn exen. En het is allemaal helemaal goed. En ook met zijn beroep ook trouwens. Hij is sowieso heel open en eerlijk. En op het moment dat dat gebeurt, als Klopt. Je open en eerlijk bent over al je gevoelens en gezegd, zelfs als je zegt, ja, ik had vandaag een vrouw voor mijn lens en ik ben gewoon een beetje verliefd op haar geworden. Ze is zo mooi. En dan kan je misschien nog ook beamen van zo inderdaad prachtige vrouw. Ja, of punt. Niet. En ik zeg, nou ja, oké. En dat zit ook, hè? Ja, succes, ik zie je overmorgen. Ik ga weer naar Zandvoort. Ja, doei. Ja. Nee, maar dus en we zijn super gek op elkaar. Dus we hebben heel veel liefde voor elkaar. Dus daarom
daarom heb ik die onzekerheid gewoon totaal niet. Ik ben een paar keer mee geweest, ook met Playboy shoots. Mm. Superleuk. Ik heb die meiden ontmoet. Ik heb die verstandshouding gezien. Ik vertrouw hem blind. Ja. Echt blind. Ja, ik denk ook gewoon op het moment dat je partner je het open is en je erbij betrekt. Zo belangrijk, die communicatie. Want anders voel je je buitengesloten, word je onzeker. En dan denk je, doe je dat voor een reden? En dan komt die jaloezie naar boven. En ik vind een beetje jaloezie niet erg. Maar ik had het hier een tijdje geleden met Dave Roevink over. Die is heel jaloers. Oh ja, nee, en het is zo zonde. Het is een hele kut emotie. Zo'n nare emotie. Ja. Ik vind het niet eens alleen in een relatie, maar in het leven aan zich. Want jaloezie betekent eigenlijk al dat je te veel met anderen bezig bent. Ja. En eigenlijk... Het is een negatieve emotie ook. Het komt voort uit onzekerheid. Maar het is niet erg dat je hem voelt. Nee, het is menselijk. Het is menselijk. Absoluut. En het is ook wel... Kijk, ik vind... Weet je wel, ik ben ook niet jaloers aangelegd. Maar weet je wel, Jess is wel mijn vrouw. Ja. En die bescherm ik wel. En ik weet ook wel dat ze dat stiekem ook wel leuk vindt. Natuurlijk, dat vinden we heel sexy. Toch? Ja. Ik bedoel, we willen vrijheid, maar we willen ook wel dat de man af en toe zegt... Nou, je bent wel van mij. Ja, tuurlijk. Ja, dan voel je ook weer gezien. En, kijk, absoluut. Je begeert. Ja, toch? Als je als man... Het is andersom ook wel. Kijk, als je voelt dat je partner gewoon echt alles prima vindt... Dat kan heel leuk zijn, maar het kan ook een beetje... Huh? Ja, ben je niet gek genoeg om mij? Maar misschien hangen wij dus al te veel waarde aan... Als je jaloers bent, dan ben je gek op iemand. Misschien hangen wij daar wel te veel waarde aan. Want je kan ook heel gek op iemand zijn, maar ook zo vrij van geest zijn... Dat je zegt van... Ja, ik voel die jaloezie gewoon niet. Ik gun jou alles. Ja, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk ook wel weer. Maar ik vind het vooral heel mooi als jij kan zeggen dat een bepaalde emotie mag gaan uitspreken. Ja. Dus als ik jaloers ben, dan zou ik tegen Jas zeggen. Ik vind dat je nu wel heel lang met die vrouw eigenlijk. Daar word ik een beetje onzeker van. Heb je dat wel eens gehad? Nee, nog niet. Nee. Nog niet. Maar en hoe dat... is hij? Hij is helemaal niet jaloers, denk ik. Nee. Nee. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Nee, heb je al eens een momentje gehad, zeg maar, dat je zegt van... Ruzies? Nee, eigenlijk ook niet echt, hoor. Hierover? Dat jij misschien met een kerel... Nee? Nul. Nee. Maar ook omdat we zitten nog echt wel in een hele verliefde fase. Dus we geven elkaar nog echt wel heel veel liefde. Ja. Dus op een feest heb ik echt nog wel echt alleen ogen voor hem. Ja, dat is top. Maar ik denk dat op het moment dat... En dat gaat natuurlijk wel een keer veranderen, gok ik. Dat moment dat ik dan met een ander flirt... Dat hij dat dan wel oké zou vinden. Want flirt is super gezond. En tuurlijk. Dat is helemaal... Maar op het moment dat iemand aan mijn kont zit of zo... Dan zou hij denk ik wel denken... Dat gaat niet helemaal lekker. Daar word ik dan weer onzeker van. En dan, ja, precies. Ja. En dan, of dat ik een hele avond met iemand... Maar dan nog zou hij er denk ik bij gaan komen staan... zodat ik een hele avond heel leuk en met een man aan het doen ben. Dan komt hij erbij staan en dan wil hij kijken... waarom ik geïnteresseerd ben in die man. En is dat een zakelijk iets? Of is dat een hele bijzondere ziel? Of is het omdat ik hem gewoon een lekker ding vind? En als dat laatste het geval is... dan gaan we daar even over praten s'avonds, denk ik. Ja, maar dat wel heel open en eerlijk. Zou dat wel eerlijk uitgelijken? Ja, ik hoop wel dat ik dat eerlijk doe. Ja. Wij zijn nu sowieso heel open en eerlijk. Dus dat kan ook, we zijn super verliefd. En als ik een knap man zie, zeg ik... oh, dat vind ik zo'n knappe man. En dat zegt hij, nou ja, oké, ik zie het niet, maar prima. Of dan zeg ik, nou, ik had best wel flirt eigenlijk met diegene. Dat deed me wel wat. Dat vond ik wel even lekker voor mijn ego. Ja. Kan ik allemaal gewoon zeggen. Ik hoop dat dat blijft. Ik hoop dat ik kan zeggen. Ik hoop dat je later een relatie hebt. Dat je voor 20 jaar samen bent. Wat onze generatie al heel moeilijk bereikt. Maar dat je in die 20 jaar ga je vast een keer verliefd worden op iemand anders. Of iemand anders leuk vinden. Of elkaar wat minder leuk vinden. Ja, of op zijn minst een keer iemand tegenkomen die iets losmaakt. Wat je partner al een tijdje niet heeft losgemaakt. Dat je denkt, nou, dat vind ik wel leuk. Of ben ik een beetje verliefd op. Of whatever. Mesmerized. Ja. Dat je dat kan zeggen. Dat je zegt van, ja, ik heb iemand ontmoet. En... Ja, ik weet niet wat het is. Hebben wij relaties? Hebben wij met z'n allen als mens relaties niet veel te ingewikkeld gemaakt door Hollywoodfilms waarin je zegt: oké, je wordt verliefd en je blijft de rest van je leven verliefd. Je trouwt en je krijgt kinderen, punt. En het blijft altijd goed. Ja. Kijk naar de generatie van onze ouders. Daar zijn zoveel mensen gescheiden. En echt mensen die... Ongelukkig samengebleven. Ja, maar gewoon 20 jaar lang. Ja. Echt zoveel voorbeelden. Ja. En dan is natuurlijk wel de vraag van dat oude beeld van... Oké, we zijn nu verliefd en dat moet blijven. Of zeg je gewoon... Hè, we hebben het nu fijn. We zien het later wel. Ik zie het leven wel als fases. Nogmaals, ik heb dat met Jess voor het eerst nu... dat ik denk van, dit is de moeder van mijn kinderen. Ja. Dat durfde ik voorheen bij mijn ex nooit uit te spreken... omdat ik dat niet voelde. Jij spreekt precies hetzelfde. Ja. Bijzonder is dat. Ja, ja, maar dat is ook gewoon, ik ben ook wel blij. Ik ben ook 29 nu, dus weet je... Ik ben heel lang vrijgezel geweest. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Dus ik vind het ook wel prettig dat ik dit nieuwe punt nu heb bereikt. Tijd voor een nieuwe fase. Ja, ja. Maar... ik blijf er wel bij dat ik vind dat je in je leven door verschillende fases heen gaat. En het kan zijn dat er bepaalde personen zijn die beter bij een bepaalde fase passen. Helemaal mee eens. Dat zeg je heel mooi ook. En leggen we dan niet heel veel, leggen we als mensen elkaar niet heel veel druk om door te zeggen van ja, maar het moet altijd maar goed blijven. Want, nee, je moet, ik denk dat je gewoon moet streven naar
ja, dat klinkt heel, dat, ja, ik weet niet of het egoïstisch is, maar je naar je eigen geluk. Want als ik een gelukkig mens ben en ik ben blij en ik vind het leuk om met Jasper te zijn, dan is Jasper ook een blij en gelukkig mens. Mm. Maar als ik tegen Jasper zeg, jij moet vanavond met mij zijn, dan ben je met hele andere dingen. Dan ben je met je relatie bezig. Ja. In plaats van gewoon met jezelf als mens en Jasper als mens. Ja. In plaats van die soort van wij. Dat vind ik lastig. Ja. Ja, het is ook wel, als je mensen spreekt bijvoorbeeld die daar weer heel open in zijn, dat gaat mij, ik denk niet dat dat voor mij iets zou zijn. Nee, want dat is dan niet voor jou. Nee, ja. Maar die als je mensen hebt die een open relatie hebben, dan dat vind ik weer het andere uiterste, weet je wel. Ja. En dan hoor ik mensen zeggen, wij gunnen het elkaar. En dat vind ik ergens heel mooi, maar ergens dat je dus in staat bent om dat te doen. Maar tegelijkertijd haalt dat ook zoveel van de romantiek van een relatie weg. Want ik gun jou die ander. Nee, ik wil dat jij tevreden bent met mij. En ik wil jou alles geven wat je nodig hebt. Ja. En ik wil niet dat je een ander daarvoor nodig hebt. Ja. Dus dat, maar ik vind het wel een super interessant gesprek. Ook omdat ik denk dat we deels een beetje geprogrammeerd zijn. Door boeken, door films. Absoluut. Waar het allemaal happy is. Ja, en ook gewoon door onze soort van voorbeelden. Die zijn allemaal heel lang. In ieder geval, onze ouders zijn vaak niet heel lang samen, maar opa en oma wel nog. Ja, maar weet je wel, dan vragen we die wijsheden. Ja, opa, oma, hoe heb je het gedaan al 40 jaar samen? En dan zeggen ze, gewoon naar elkaar luisteren. Wat ze eigenlijk bedoelen is, gewoon eigenlijk een beetje misschien je andere dingen wegcijferen. En denken naar het trouwen. Hè, kut, verkeerde. Maar ja, ik zit nou al vast. Ja. Dat is natuurlijk niet wat je wil in het leven. Je wilt natuurlijk groeien, je wilt fases hebben. En inderdaad, wat jij zegt. Ik, Jasper en ik gaan super lekker nu. En ik hoop dat altijd zo blijft. Ik hoop wel dat we niet zo blijven zoals we nu zijn. Ik hoop dat we samen kunnen groeien en samen kunnen evolueren. Ja. Met respect en met heel veel liefde. En daar, uit die liefde en respect hoop ik dat daar ooit kindjes in komen. Ja. Want ik denk echt dat hij een super goede vader is. Ja. Dus, en dat wil ik heel graag. En een goede partner natuurlijk. Dat we het echt samen kunnen doen. Lijkt me te leuk om met hem die fase dus te doen. Maar je weet niet waar het eindigt. En als je dat ook eerlijk naar elkaar kan uitspreken, zonder dat de ander daar heel onzeker van wordt. Ja, dus dat je daar ook niet zoveel druk op legt. Precies. Dan gaat het echt super. Ja, maar dat wat jij nu zegt vind ik mooi. Dat samen doorontwikkelen. Je evolueert een beetje in je relatie. En ik denk dat je heel ver kan komen samen. Door gewoon eerlijk te zijn. Maar ook dus niet te schrikken van als er een keer zo'n fase aanbreekt in je relatie. Nee, want je gaat samen een soort van door fases, door verschillende, laten we zeggen, kleuren en vormen. En dat jij op een gegeven moment bij zo'n spreken een vierkante vorm aanneemt en Jesse een ronde. Dat betekent dat jullie even niet bij elkaar passen. Maar het moet wel bespreekbaar zijn. Mm-hmm. Want alleen dan kun je zeggen, oké, ik zie het. Ik zie wat jij nu bent, ik zie wat je aan het doen bent. Is niet iets voor mij. Laten we even kijken hoe het werkt zonder elkaar. Als alles in begrip en communicatie en respect is, dan denk ik dat het best wel kan werken. Of je zegt namelijk, ik zie jouw vierkant, maar ik ben bereid om een beetje ook vierkant te worden. Ja. Of niet. Eigenlijk willen we natuurlijk allemaal gewoon een hourglass figure. Maar als je hierover nadenkt, bijvoorbeeld mijn opa. Je had het net over die generatie opa's en oma's. Ja. Mijn opa is pas overleden, 95 geworden. Mooie leeftijd. Prachtige leeftijd, ja. Maar mijn opa ontmoette mijn oma, denk ik, toen die een jaar of 16 was. Jeetje, ja. Stel je voor, hè, mijn opa komt uit een dorpje in Limburg. Dat hij in zijn leven een keer een knap meisje voorbij zag fietsen, waarvan hij niet eens wist wat haar naam was. En die zag hij voorbij fietsen en dacht, oep, te laat. Jammer, dan had ik mee moeten praten en waarschijnlijk weg. Heeft hij dat vaak gedacht. Ja, en dan ontmoet hij dat. Hij heeft mijn oma op de dansschool ontmoet. Dat is ook heel grappig. Oh, en dan had hij misschien in zijn klas nog een meisje zitten waar die iets voor voelde. Ja, ik weet waar je heen wil gaan. Maar nu is dat het anders. Exact. Ja. Kijk, ik ben op mijn 19e. Ja. Vloog ik naar Thailand. Heb ik 7 maanden in Thailand gewoond. Weet je hoeveel vrouwen ik ben tegengekomen? Dan heb je hele ranzige dingen gedaan. Ja, dat klopt. Dan is corona wel het minste waar je zorgen moet maken. Ja, precies. Dat is wel een smeekje, mijn coronaatje. Maar het waren hele normale, leuke vrouwen. Ja. Maar wel gewoon, ik woon in Bangkok. Was een stad waar superleuk. Expats Jasper en ik zijn super dol op Bangkok. Ja, dat was fantastisch. En ik had daar gewoon ook een hele club vrienden. En ik ontmoette super veel mensen. Ook heel veel toeristen. En je komt zoveel mensen tegen. Hou op. Toen werd ik vrijgezel. Ging ik met mijn beste vriend. Gingen we nieuwjaar vieren in Stockholm. Ja, met maar één reden natuurlijk. Omdat het stikt daar van de mooie vrouwen. Ja. En dan gingen we met vier andere vrienden. Gingen we lekker naar Rio in Brazilië. Weet je hoeveel vrouwen je tegenkomt. En als vrouw hoeveel mannen je tegenkomt. Ja. Ja, dan is het bijna raar om te denken dat je droomvrouw op 1 vierkante meter van je huis vandaan vindt. Maar ik heb ook het idee dat we andere dingen ambiëren dan vroeger. Ik heb het idee dat je opa vroeger dacht, ik moet mijn baan, in mijn leven vind ik een goede baan, maak ik een gezin en heb ik dan een gelukkig leven. Ja. En wij zijn veel meer bezig met onze gevoelens, veel meer bezig met ontplooiing, veel meer bezig met een ander soort doel halen. Ambities. Anders met gelukkigheid. Ja, klopt. Die ambities liggen ook verder dan alleen maar een gezin stichten. Ja, veel verder. En vrouwen zijn veel geëmancipeerder geworden. Veel.
Dus die laten zich ook niet meer thuis. Nee, maar mijn oma was vroeger gewoon, en ik denk, ik hoop althans, gelukkig huisvrouw. Ja. Zij was daar ook gelukkig in. Ja, ja, ja. Maar dus mijn oma heeft in haar periode nooit de kans gekregen om zichzelf te ontwikkelen of te experimenteren of weet ik veel wat. Dus eigenlijk zonde. Het is heel zonde, maar het lijkt me ook wel weer, soms in sommige gevallen ook wel weer fijn. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, toch? Want dan is gewoon als vrouw denk je, nou, dit is het. Dit is mijn doel. En misschien, ja, maar dan denk je ook misschien, dit is het. Ik hoor nu gelukkig zijn, dus ik ben gelukkig of zo. Goeie vraag. Niet helemaal, maar... Of goed punt. Gelijk een vraag. Denk jij dat die mensen in die tijd gelukkiger waren dan de mensen van nu? Want wij worden, doordat we alles hebben, ook heel ongelukkig. Ja, maar maak het veel te gecompliceerd voor onszelf. Ja, vind ik moeilijk. Ik denk over het algemeen, misschien ja, dat ze sterven in bed denken, nou, ik heb een prima leven gehad. Ja, ik denk dat wij meer geluksmomenten hebben. Ja. Veel meer sparkles hebben in ons leven. Ja. En dat zij een soort van gematigd, prima, degelijk, vredig leven hebben. Maar tenzij je de oorlog hebt meegemaakt, dat is kut. Maar, ja, ja, klopt. Nee, even los daarvan. Los van de rampen die zich toen nog... ja. Nou, die hebben we inmiddels ook. Dat bedoel, is waar, 2020 trouwens. Is het mafste jaar ooit. Ja, dat is waar. Maar ik had het met Katje Schuurman ook over, van die sparkles waar je het over hebt. Ik heb enorm veel prikkels nodig in mijn leven. Ja. Katja ook. En ik denk dat jij daar ook absoluut wel over mee kan praten. Ja, ik denk wel als iedereen in ons vak. Ja, denk ik. Ja, omdat we leven van piek naar piek. Ja. Het is nooit een rechte lijn. Spanning nodig, uitdaging nodig. Eerste uitzending van dit, feestje daar. Ja. Maar die prikkels en die sparkles waar je het over hebt, die werken ook als een soort verslaving. Ja. Dus je hebt ze ook nodig om te voelen dat je leeft. En dat is best wel een gevaarlijke constatering, vind ik. Want je moet eigenlijk ook gewoon low-key heel erg tevreden kunnen zijn of dat geluk kunnen vinden binnen iets veel kleiners. Ja. En het moet niet altijd afhankelijk zijn van handvaten, feestjes, ego, noem het allemaal maar op. Ja, want ons werk is ook super ego-driven, weet je. Je wordt afgerekend op iets. Of je doet iets heel goed. Dan denk je, oh vet, dan ga je zo staan. Ja. Of iemand zegt, nou, je hebt echt kut gepresenteerd. En dan denk je, brrr, en dan zak je in. Ja. Dus dat egootje is constant aan het voeren. Ja. En dat is natuurlijk wel, daar vraag ik me wel eens van af. Van, stel je voor dat je dus niet al die sparkles, die prikkels hebt. En daar eigenlijk ook niet vanaf weet. Is het leven dan niet veel mooier? Maar goed, nou, daar kan ik niet een antwoord op. Dat denk ik wel. Sowieso, om te gaan op die burn-out. Dus wat Jasper dus vrij weinig heeft, is een ego. Ja. Dus het maakt hem niet zoveel uit dat mensen van hem zeggen, als ik iets zeg. Het merk ik heel erg. Dan probeer ik heel erg van hem over te nemen. Dat je echt puur geniet van je werk. Dus je niet meer uitmaakt aan die cijfers van dat ene programma. Niet meer uitmaakt wat mensen van jouw kleding vinden. Maar dat jij daar staat te stralen en dat jij het leuk hebt. Ja. Zo moeilijk en zo belangrijk in ons vak. Daarbij heb ik gelukkig een ander karaktereigenschap. Ik ben best wel in de kleine dingen een beetje autistisch. Jij zei het net over die deur. Ja. Ik kan best wel heel erg genieten. Ik ben best wel een kluizenaar. Ik kan heel erg genieten van dat ik dan naar dat ene supermarktje ga. En daar dan dat ene gerecht te halen. En dan naar huis. En dan bereid ik dat voor op die manier. Met hetzelfde muziekje. Helemaal van genieten. Met hetzelfde muziekje, dezelfde serie. En dat probeer ik heel erg vast te houden. Ja. Dat probeer ik, die tortellini in die Albert Heijn, die haal ik dan als hij er niet is, fiets ik even wat verder. Goed zo. Maar dat probeer ik heel erg vast te houden. Anders kan je jezelf heel erg verliezen in het vak. En ik zie het nog wel eens bij mensen om me heen. Vooral bij jonge meiden. Dat ik denk, oh, ik moet eigenlijk even met jou praten. Maar je moet het ook wel zelf ontdekken. Je moet in jezelf ontdekken van hey, dit ga ik niet meer doen. Dit vind ik niet prettig. Als mensen gaan zeggen, ja, je moet overal nee op zeggen, dan denk je, ja, doei. Ik kom net kijken. Ik ga gewoon even lekker al die programma's doen. Nee, maar het is ook niet het een of het ander. Het kan goed met elkaar. De balans daarin vinden is dan het belangrijkste. En gewoon ook niet te ver jezelf voorbij lopen. Gewoon durven zeggen van, joh, dit gaat gewoon niet meer. Ja. En ik denk als je dat durft en je gaat je inderdaad minder aantrekken van wat anderen van je vinden, dat je dan en een heel erg leuk leven kan leiden vol met prikkels, maar niet buitenproportioneel. En het wordt alleen maar leuker. Als jij namelijk meer jezelf bent, dan ga je het ook minder belangrijk vinden. Ga je het echt ook minder belangrijk vinden. Dus dan is het helemaal top. Dan willen mensen ook meer met je werken. Het is allemaal veel fijner dan. Hé, over prikkels gesproken. Wanneer gaan we even lekker feestje pakken, Romy? Ja. Sluit hem daarmee af. We zitten nou, op een uurtje. Wat een goeie. Wanneer zijn de feestjes dan weer? Dat is een goeie trouwens. Ik weet dat, volgens mij is gisteren, voor de mensen die luisteren, ik weet niet precies wanneer deze podcast wordt uitgezonden. Dus als je zegt, oh, maar er is al veel veranderd. Sorry. Ja. Volgens mij is gisteren heeft Rutte gezegd dat we weer met 250 man... Thijs, help mij even. Mogen we met 250 man op een veldje staan? Geen limiet. Geen limiet? Geen limiet meer buiten. No limit. Nou, dan gaan we in de tuin bij jullie in Utrecht. Ja, dat is sowieso gezellig. Iedereen... Gaan jullie nog niet naar Ibiza? Jesse is helemaal dol op Ibiza. Ja, ik heb over... Ik, nou, dat,
Nee, ik moet even voorzichtig zijn met wat ik ga zeggen met betrekking tot werk. Maar ik, laat ik het zo zeggen, ik wil de, dat de nog wel. De aspiraties zijn er. Ja. Wij gaan in juli een paar dagen. Dat wordt waarschijnlijk de maand dat wij ook dan gaan. Oh, wat leuk. Dat zou heel leuk zijn. Wij zitten sowieso, dat kan ik wel zeggen. Ik zit in Mallorca de eerste week van juli. Mm-hmm. Want dat stond al wel in die voucher ook nog. Die tickets waren geboekt. Dus dat op zich prima. Hebben we gewoon eigenlijk doorgeschoven. Ja. Maar Ibiza moeten we wel nog boeken. Wij zijn de 18e tot en met de 23e. Want de 24e komt mijn single uit. Oh, top. Moet je mag daar ook nog even. Ja, hier, zeker. Pak even je moment. Ja, ik weet niet wanneer het natuurlijk uitkomt, jouw podcast. Dus ik weet niet of ik al titel kan zeggen en zo. Maar. Oké, ik weet dat we hebben nog in de programmering Katja, Romy. Dus echt over 2 weken. Vanaf nu. Oké. Volgende week en dan nog een week. Of is dat 3 weken dan? 1. Nee, 2. 2 weken. 2 weken op woensdag word je uitgezonden. Oké. Nou, dan jongens. Op 24 juli komt het single uit. En dat is een nieuwe Nederlandstalig nummer. Ik ga dus Nederlandstalig doen. Vind ik zo ontzettend leuk. Pop, fris, fun. Hij is zo, ja, eigenlijk alle liedjes die klaarstaan. Ja, ben ik zo enthousiast over. Nooit eerder gehad. Het is heel nieuw voor mij. Heb je geen album uitbrengen? Echt? Nee, nog niet. Ik geloof daar nu nog niet heel erg in. Ik wil eerst zoeken nou het naar verschil? Die... album is dus een verzameling van liedjes. En die moeten ook eigenlijk een beetje bij elkaar passen. Ja, oké. Er staan bijvoorbeeld 7 of 8 nummers. Ja. Ik weet nog niet of ik 7 of 8 nummers ga uitbrengen die bij elkaar passen. Het kan zijn dat ik nu een popliedje maak en over 3 liedjes in 1 keer een country liedje maak. Ja, ja. Dus daarom, daarom brengen mensen heel vaak een EP uit. En dat zijn weer 4, 5 liedjes. Okay. Want de eerste bundeltje past vaak wel bij elkaar. Ja. Maar ja, ik wil nog ook helemaal niet over een vaste datum met een album. Want dat geeft ook stress en druk. En ik wil juist nu gewoon lekker muziek maken. Wat leuk. Wat heel gek is dat ik super onzeker ben. Altijd. Over überhaupt werk. Want ik ben heel perfectionistisch. Dus het is nooit goed genoeg. En vanochtend moest ik wat content maken met het liedje. En ik dacht, ik ben fucking trots op het liedje. Ja. Ik vind het gewoon super leuk. Maakt niet uit wat de rest vindt. Ik vind het leuk. Dat is een spirit. Ja. Ja, mag ik dan stiekem al een klein voorstukje horen straks, als de camera's uitstaan? Tuurlijk! Ja? Oké, dat vind ik leuk. Tuurlijk, ik ga ze allemaal laten horen. Okay. Hey Romy, nogmaals, je ziet er fantastisch uit. Ik ben blij dat je zo straalt en dat je gezond en gelukkig bent. We hebben een uurtje volgeluld. Is het lekker? Vond je het leuk? Lekker, gezellig? Vond het super gezellig. Mooi. Maar het is gewoon kletsen alsof alles uitstaat. Ja. Ja, ja, staat ook uit. Oh, nou ja. We gaan nu echt beginnen. Ja. Oh, kut. Hey Romy, nogmaals hartstikke bedankt. Doe Jasper de groetjes van me en we zien elkaar snel. Zal ik doen. En jullie allemaal bedankt voor het kijken of luisteren. Toedeledoki. Doei.